en VVTV wordt mede mogelijk gemaakt door SARS, Alpha, Sauter, Veerzien NVV en Sassen. MVV bestaat al sinds 1902 en sinds die tijd is er natuurlijk heel veel veranderd, maar er is ook heel veel hetzelfde gebleven. Neem nou de volgende twee oud-MVV'ers die zich al meer dan 50 jaar inzetten voor de club, zelfs op een oude dag. Tijd dus om wat herinneringen op te halen met jawel, een speciale MVV-taart. In deze aflevering gaan we op de koffie bij Jo en Frans, werken oudspelers zich in het zweet om van hun supporters te winnen en praten we met Ivo Grespe over zijn taak bij MVV. Maar eerst een kleine verrassing voor Jaren trouwendienst. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Ik heb het metgebracht. Ach, dat hoefde toch niet. Even kijken. Dan moet je hem zelf even eraf halen. Is het zo? Nee. Oh, chic! Proficiat! Zie dat toch? Proficiat, meneer. Dat is geweldig. Dit is een vlooi, met je dood. Dat is gewoon voor de koffie. Ja. En MVV vlooi. Chic, hè? Dat hebben we goed gedaan, MVV toert, hè? We zijn op bezoek bij oudspeler Jo Toenaar en voormalig elftalbegeleider Frans Schobbe. Twee MVV'ers in hart en nieren die hun naam en leven al bijna 50 jaar onlosmakelijk verbinden aan de club. Wie dat geeft, joh, veel liever gondoeren. Altijd al. Oh, joh, voorzien MVV hier. Voorzien MVV en mijn kop tot 10. En dat blijft zo, altijd. Hè. Allee. Dat is wat blijven. En je kunt je natuurlijk voorstellen dat de anekdotes zich opstapelen in al die jaren. Zo ben ik een gewone jong. Maar als ik mijn voetbaltraining had, dan moest er niet langs me komen. En de eerste thuiswedstrijd van de Limburgse club was MVV Fortuna. En dat was 0-0. Er stond al een spel, de Witte Ramenstein stond bij Fortuna. Wim Doorman stond bij Fortuna. Henk Angel en Therese Boete. Appel, Centerveur. Ja, Cor van der Hart. De Meugende Goor. Ja, dat was een elftal tot en met. En die meende kampioen de wereld. En die komen naar MVV toe. De laatste 4 minuten pak hem op de sloof. Boeten is er als gebeurd naar Gert Soed en draai je ook in bij de Meung. Ja, dit is het kampioenschap wat vergroot op het eerste in 1997. Tot voor 10 tot 15.000 lui op de Vriethof gestanden hebben. En dat was een volksfeest geworden. MVV was kampioen. En 97 gingen weer trots terug naar ons eredivisie. Dat vond ik iets chic. We hebben nog eigenlijk tot voor... kampioen zijn geworden. Dit was eigenlijk een van de beslissende wedstrijden. Gezeten hij links Westerhof trainer John Voorts. Dit was toen masseur, dat is de opa van Brian Smeets. Ik ben een beetje omvlegen hem tot voor weer een goal gemaakt hadden. Gezeten jonge Erik van der Leur en dan even Dick Nanninga, die was toen geblesseerd. Dat kost niet spelen. En we hadden ja, toen het veld af, toen van het veld af geven, dat was een euforie. Je ziet Bert van Bouwijk die innerlijk hier veel plezier had. Ik loop erbij en Marcel Adam zit hier aan de rechterkant lopen. Dit was geweldig. Frans en Jo raken niet uitgepraat over het verleden, maar hebben ook commentaar op het huidige voetbal. Daarover zo dadelijk meer. Eerst gaan we terug naar het uur voordat MVV het opneemt tegen Go Ahead Eagles. Het kunstgras wordt alvast ingespeeld door middel van een wedstrijd tussen supporters en oud-spelers. Samen in duel, tegen, maar ook met elkaar. Het is weer een tijdje geleden dat we hier weer met elkaar, met oude MVV, bij elkaar zijn. En het is altijd wel een klein feestje om weer hier te zijn. Ja, ik moet zeggen, het is natuurlijk heel anders geworden dan in de tijd dat ik hier speelde.
Maar ik vind het wel, als je dit stadion bekijkt, dan is het echt Eredivisie waardig, vind ik wel hoor. Het is echt heel mooi. Nou, ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ik kom regelmatig bij MVV toch wel kijken. Ik vind het hartstikke leuk om met de jongens een beetje te praten over vroeger natuurlijk. Oude verhalen ophalen, dat is altijd heel erg leuk. Humor, lol, kleedkamer, oude koeien uit de sloot halen. Dat zijn prachtige momenten om naar Maastricht te rijden. Ja, heel veel jongens uit de periode 92, 95 zo. Twan Schepers, Reginald Tal, Ivo Jordens, Amal Benneker, die helemaal uit Oostenrijk hier naartoe komt om zo'n wedstrijdje te spelen. Dat is mooi, Roberto Lango erbij. Dat zijn, merk toch dat we eigenlijk wel vrienden onder elkaar zijn. Hey! 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 Kunt u goed gespeeld, jong? Ja. Ja. We hebben niks meer. Kan je niet ontkennen dat het altijd leuk is natuurlijk. En ook al spelen ze al lang niet meer voor de club, het MVV van nu wordt wel nog op de voet gevolgd. Als de club een beetje van jou is en je hebt daar mooie tijden meegemaakt, dan hebben we schitterende tijden meegemaakt. Je Eredivisie, bijna Europees. Ja, dan wens je niet anders dan dat het eigenlijk wel een beetje terugkomt. Maar naar mijn idee blijft het een beetje hangen en dat vind ik jammer. Ik ken niet de ins en outs en intern, dat ken ik niet. Maar soms denk ik van nou, daar zit wel veel meer in. Maar het is meer zeg maar, mijn wens dan dat misschien in de werkelijkheid gerealiseerd kan worden. Ik vind dat ze eigenlijk iets heel goeds neer aan het zetten zijn. Qua organisatie, dat heeft een hele tijd moeten duren, maar die organisatie staat goed. Ik denk dat ze een heel goed elftal hebben, zelfs in de breedte. En een hele goede technische en medische staf. Dus ik denk dat we weer naar boven kunnen kijken. Terug naar het verleden, waar Frans trots vertelt over zijn vriend Jo. Ik moet zeggen, Jo waren een keihelle verdediger. Die zat bovenop in de speuler. Die hadden het niet gemakkelijk als ze tegen Jo, want daar waren ze altijd bang voor. Maar, en dan sprongen ze nogal op, want ik zie Johan Cruijff nog in de geuzelt heel hoog springen, tot Jo weer eens een keer aankwam. Ja, dat lag te sniepen, heerlijk in de geuzelt, dat was toch gevoetbal weer. Ja. Want met zijn geel kaarten is het dan voor het algemeen nog heel erg metgevallen in dat tijd. En geel kaart van Leeuwenhoorn. Als het altijd eronderheen, dan kwam hem niemand langs. Ja. MWV leidde een ijzeren ring voor Kuivels doel. We hadden soms de winnende doelpunten tegen in de achterhoede van de Eredivisie. Verdedigend worden, dus verdedigend worden. En als iemand dan toch langs de verdediging kwam, wie volgde zich dan? Dan ging hij aan de heer. Dat met een goede sliding. Bij het Oetscheiden, toen hij Oetscheiden. Kraag Blomme van de voorzitter, Triepels. En dan de krans heb ik boeten, en de aardig nog boeten laten liggen. Ze toen in een heel weemoedig gevoel, zo dan? Nee, toch niet. Ik denk, ja, nu zien ze dadelijk aan het voetballen en ik sta niet meer op het trein. Dat heb ik wel het gevoel gehad. Heel trots dat ik erbij mag voetballen. Heerlijk. Ondanks dat ik gehelpt moet werken in de zaak bij me, was ik toch altijd aanwezig. En op tijd, altijd. En zeiden ze al, we kunnen stop 5 gewoon. Als we rook ik naar de stop 5 nog van de zaak. Maar ja. En ben daar weer weg. Tegenwoordig moet iedereen een zaak hebben gehad. En weten wat dat kost verdienen in een zaak. Ik geloof wel dat ze helder gingen voetballen. Maar ja, die jongens van nu die weten niet wat de Eredivisie is volgens mij. Voor te voetballen. Ja, eerlijk. Het is een stepje hoger. Het is een stepje hoger. Een stepje hoger, een stepje sneller allemaal. Ja, en de mentaliteit. Als voor in de kleedkamer zat, dan hoort ze een spang vallen. Dan wordt niet gesproken, dan zat iedereen in een heukje. En ze zich te concentreren op de wedstrijd wat kwam. En als de oet ging, even de hand drukken met een. En dan ging ze de trein op. En dan voetbalden ze ook voor iedereen. De ene voor de andere. Dus, samen eenheid. Dat zeg ik altijd. Dus. Maar mis je dat nu dan, die eenheid? Ja, best wel dat is. Die moet komen, die moet groeien. We zien nu met heel veel nieuwe jongens weer erbij.
En die eenheid moet groeien. Daar werken die trainers ook nog over. Moeten samen gaan doen. De kinderen niks alleen. Dat is op een school en dat is toes. Alleen kinderen niks. Dan moet samen zich samen pakken en dan vandoor goed werken. Wij zien veer voor dat te beslissen. Hè. We blijven nog een beetje bij MVV, ja, jong. Verzalen wie je toch is. Dus een klein bijdrage blijven we altijd doen. Verzal al die bij MVV blijven. Zo is dat, zo is dat. Want als de MVV gaat vindt. Dat verluisteren we weer op een andere plaats. Dus het is beter bij MVV blijven. Dat moet zo blijven. Dat moet zo blijven. Wie ook nooit de moed heeft opgegeven is supporter Ivo Grispen. Die zich tegenwoordig niet alleen verdienstelijk maakt op de tribune. Ik ben grensrechter bij de C1 komend seizoen. Dus dat is ja, gewoon wat ze op vrijdagavond de grensrechters bij de eerste zus doen. Dat dan niet op zaterdagmiddag bij de jeugd van MVV. Bij een bepaald elftal. En komend jaar is dat de C1. Ja, en dat zien jongens die wat de toekomst van MVV gaan bepalen natuurlijk. En dus te hopen dat de komende jaren heel veel jongens die stap kunnen gaan maken naar het stadion toch. Zou Stichting is MVV-supporter een leven kunnen voorstellen zonder MVV? Nee, op dit moment niet. Ja goed, het is toch een oetlakklep. Meestal begint de weekend op vrijdagavond, dat is een MVV geskiek. Hè. En vandaar hoe het, vult ze hun eigen weekend zelf weer in. Maar ja, het is gewoon standaard gegeven dat op vrijdagavond weekend begint goed met MVV. En als MVV slecht begint en ze verleren, heeft dat dan invloed op de rest van een weekend? Nou ja, goed, op dat moment, die het twee oor na een wedstrijd, is dat natuurlijk niet fijn als supporters in. Ja goed, er moest op een gegeven moment ook weer in het weekend. En er moest ook de positieve draal weer oppakken dan de jeugd op zaterdagmorgen natuurlijk. De kinderen niet hier op zaterdagmorgen met een lang lip komen aanlopen, want dan zien die jongens ook en zo gaan van, wat is met mij gebeurd? Dus slechte invloed op de jeugd natuurlijk. Heb jij ook tips voor MVV TV? Je kunt ons bereiken op onze Facebookpagina of via info.mvvtv@gmail.com. De volgende keer staat MVV TV geheel in het teken van de derby tegen Fortuna. We blikken terug, praten over het derbygevoel en vragen de selectie om een voorbeschouwing. Kijken dus op donderdag 26 november naar MVV TV. Doei! MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door Saus, Alpha, Sauter, Veerzien MVV en Sassen.